de meubelstof aanbrengen op de rugleuning. Daar gaan we weer. Controleer de vleug. Ik gebruik mijn mini-werkbank om een wat stabieler werkoppervlak te hebben, omdat de rugleuning een ronding heeft. Begin aan de onderkant aan de achterkant met een rij ophechtspijkers. Vouw dan de stof naar de voorkant. Zorg ervoor dat de lijnen recht zijn. Bevestig de zijkanten eerst met stoffeerspijkers tussen de bouten. Ik laat je nu zien hoe je de hoeken vouwt. Ik hoop dat het duidelijk voor je is. Bouten vrij van stof. Vouw de stof aan de onderkant van de achterkant naar binnen en maak vast met enkele ophechtspijkers. De onderkant wordt vastgemaakt met een sleepsteek. Maak steken van ongeveer 1 cm. In de volgende video laat ik je nog apart zien hoe je een sleepsteek maakt.
And that's it. Tijd om de zitting en rugleuning weer terug te monteren.